Hallo iedereen en welkom bij de tweede raamvertelling. Voor we gaan beginnen, wil ik eventjes de tijd nemen om iedereen te bedanken die naar de eerste aflevering heeft gekeken, die zich geabonneerd heeft, die de video gedeeld heeft met zijn vrienden, iedereen die me een berichtje heeft gestuurd. Hartelijk bedankt daarvoor, het geeft mij echt waar heel veel energie en goesting om hiermee door te doen. Vandaag gaan we het hebben over het zout der aarde. Een oorlogsroman, een anti-oorlogsroman eigenlijk van Jozef Witlin. Witlin werd geboren in 1996 in een gebied dat nu Pools is. Hij werd geboren in een Joodse familie. Net zoals voor zoveel, helaas, geldt het ook voor Jozef Witlin dat hij een groot deel van zijn leven eigenlijk op de vlucht was. Op 18-jarige leeftijd vlucht Jozef naar Wenen, waar hij gaat studeren en waar hij ook Jozef Roth ontmoet. Roth zou later een van de allergrootste schrijvers van het Europese continent worden. In 1916 scheiden hun wegen, omdat Witlin beslist om aan te treden in het Oostenrijks-Hongaarse leger, als infanterist. Omdat hij een beetje sukkelt met zijn gezondheid en eigenlijk constant ziek is, komt hij zelf niet aan vechten toe, maar het is wel daar dat hij de inspiratie heeft gehaald voor zijn eerste roman, of voor deze roman, Het Zout der Aarde. Het boek kwam uit in 1935... en het was eigenlijk bedoeld als eerste deel van een trilogie. Zover is het helaas nooit gekomen. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vlucht hij naar Frankrijk om vanuit Frankrijk naar de Verenigde Staten te vertrekken. In zijn koffers, in zijn valiezen, zat al het manuscript voor het tweede en het derde deel van zijn trilogie. Maar het is anders gelopen. Er ontstond een beetje tumult en een soldaat heeft uiteindelijk de valiezen van Witlin en zijn vrouw overboord gegooid en daarmee ook het manuscript voor zijn tweede en zijn derde deel. Witlin heeft zijn hele leven lang geprobeerd de dingen te herschrijven, nieuwe manuscripten te maken om die trilogie toch te voltooien, maar het is nooit gelukt. Vanaf dan vergaat het ook het zout der aarde iets minder goed. In 1939 werd Witlin nog genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs van de literatuur, maar na de Tweede Wereldoorlog raakt zijn boek in de vergetelheid. Tot vorig jaar, want het boek werd opnieuw uitgegeven en ligt nu dus gewoon weer in de winkels. Het boek start met een schitterende proloog, een proloog van 30 bladzijden. Het uitgangspunt is de keizer van Oostenrijk-Hongarije, Franz Jozef, stokoud. Franz Jozef tekent het oorlogsverdrag met Servië. Het was het eerste oorlogsverdrag van de Eerste Wereldoorlog en dat heeft uiteindelijk tot een ongelooflijke kettingreactie geleid waar de hele wereld in betrokken raakte. Wat daarna volgt is een meesterlijk beschreven stuk waarin Witlin beschrijft hoe het land, hoe het hele continent zich eigenlijk klaarmaakt voor de oorlog. En dat is geen voor de hand liggende keuze. Het had veel eerder voor de hand gelegen als Witlin ervoor had gekozen om het leger te volgen, hoe het leger zich klaarmaakt. Of de monarch te volgen, hè, Franz Jozef zelf te volgen, na het tekenen van het oorlogsverdrag. Maar dat doet hij niet. Wat hij wel doet, is neerschrijven hoe het hele land Oostenrijk-Hongarije, hoe eigenlijk het hele continent zich klaarmaakt op oorlog. En hij beschrijft dat vanuit helikoptervisie. En jij als lezer mag daar zo op neerkijken. Er komt beweging in. De stations van Wenen, Pest, Praag, huilen. De vertrekhallen van Lemberg, Krakau, huilen. Snikkend antwoorden de stations van Belgrado, Petersburg, Moskou en Warschau. Bezweten, hijgende, dronken, dromme hoofden, armen, benen en rompen trekken naar het oosten en naar het zuiden. Van oost naar west, van zuid naar noord, om iemands ambities waar te maken, iemands roem te vermeerderen. Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden gezonde, krachtige longen, harten, magen begeven zich van alle kanten van de wereld naar het toernooi van hun eigen lijden, honger en koorts. De proloog eindigt als volgt. Onbekend is wie er in die oorlog als eerste zijn leven heeft gegeven. Onbekend is wie hem heeft gedood. Onbekend is wie als laatste in deze oorlog is gesneuveld. Met mijn woorden graaf ik hem op uit de aarde waarin hij rust. Hij zal mij deze exhumatie wel vergeven. Onbekend
is de onbekende soldaat. En daarmee zegt Witlin eigenlijk wat we gaan doen. De onbekende soldaat volgen. De onbekende soldaat die we dan uiteindelijk volgen heet Piotr Niewiadomski. Niewiadomski. Wat eigenlijk zoveel betekent als onbekend. Piotr is 40 jaar en werkt als hulpje op een station. En hij is eigenlijk wat we nu een simpele ziel zouden noemen. Hij is analfabeet, hij is hondstrouw aan iedereen die boven zich staat en dan vooral de keizer. En hij is voor de rest perfect tevreden met zijn domme leventje. De eerste weken na de oorlogsverklaring kan Piotr rustig verder werken. Maar op een gegeven moment wordt hij bij zijn baas geroepen en die baas vertelt hem dat er niet langer personenvervoer zal plaatsvinden op het spoor. Dan slaat er al iets om in zijn hoofd. Als Piotr plots zelf een oproepingsbrief krijgt, die hem trouwens moet worden voorgelezen, want hij kan niet lezen, beseft hij dat zijn leven voorgoed zal veranderen. In alle gebeurtenissen die volgen, legt Witlin op een bijzonder sterke, mooie manier alle hypocrisie, alle domheid van de oorlog bloot. Oostenrijk-Hongarije was een gigantisch land dat eigenlijk compleet verdeeld was. Het bestond uit tientallen volkeren. Er werden 6, 7 verschillende talen gesproken. En al die mensen werden samen naar de dood geleid. Voor het vaderland. Dat is absurd. Een scène die ik persoonlijk bijzonder sterk vond, is de scène waarin Piotr samen met zijn dorpsgenoten op de trein stapt om richting hun legerbasis, hun opleidingscentrum eigenlijk, te reizen. De reis beslaat enkele dagen en er worden verschillende tussenstops gemaakt om meer mensen op te halen, om op te leiden. En op een bepaald moment ontstaat er tumult, omdat al die mensen dorst hebben. De mensen van het leger die de trein escorteren beseffen op een bepaald moment, er is dorst. Oké, we rijden nog even door en dan straks is daar een meer waar iedereen dan maar vanuit kan drinken. Maar we moeten het wel gestructureerd laten verlopen, zodat er toch zeker geen mensen zouden deserteren. Wat eigenlijk gebeurt is, vanaf het moment dat de trein stopt, dat iedereen toch op hetzelfde moment naar dat water vertrekt. Er ontstaat een enorme chaos. En hoe komt dat? Ja, de mensen spraken dezelfde taal niet. Volkeren zagen hoe andere volkeren water gingen gaan drinken en volgden hen gewoon. Ze begrepen er niets van. Dus wat volgt is eigenlijk een grappige scène waarin al die verschillende mensen van de trein springen en water gaan drinken vanuit dat meer. Het is complete chaos. En het boek bulkt van dat soort scènes. Waarin de chaos, waarin de absurditeit van dat eengemaakte Oostenrijk-Hongarije duidelijk wordt. Ik heb dit boek heel graag gelezen. Ik heb het cadeau gekregen van Alexander, een vriend van mij, ik denk voor kerst. Schitterend gekozen. Echt waar. Nu, mocht jij denken, ah, nice, een boek over oorlog, pieuw pieuw, geweld, wil ik lezen. Niet doen. Als het daarom is dat je het boek zou lezen, althans. Hè. Er wordt namelijk geen enkel schot gelost doorheen de bladzijde. Er is geen enkele gevechtsscène. En eigenlijk net daarom vond ik het boek ook heel erg sterk. Dan zitten we er nu weer door. Hartelijk bedankt om te kijken naar deze tweede raamvertelling. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat zeker. Dat helpt me echt. Laat iets weten. Heb je vragen? Heb je een tip van een boek dat ik zou moeten lezen of zou moeten reviewen hier op raamvertelling? Laat een reactie achter. Stuur me een berichtje via Instagram of via Facebook. Er is ook een e-mailadres. raamvertelling@gmail.com. Ik weet niet of mensen nog mails sturen, maar goed, het kan. En dan zie ik jullie terug binnen 2 weken. Doei!